Hoi, leuk dat jullie allemaal weer kijken. Ik ga jullie weer meenemen naar een nieuwe week in Ulsan. Het was eigenlijk wel weer heel rustig. De laatste loodjes die wegen het zwaar, zeggen ze. En dat is ook wel echt zo. Ik kan gewoon niet meer heel veel doen. Ik ben snel moe. En dat was het eigenlijk voor deze week, als het goed is. Er wordt weer veel gegeten, veel genetflixt. En ben ik er wel gewoon klaar voor, moet ik zeggen. Kijk zelf maar. Weer een nieuwe dag in Ulsan. Ik ben nu op pad. Ik ga nu een nieuw dekbed overtrek halen, want Dave die klaagt dat hij geen oog dicht doet. Waarin ik eerst ook heel chagrijnig reageerde van ja, nou ik doe ook geen oog dicht. Maar hij moet de volgende dag natuurlijk presteren, dus ik snap het wel. Dus ik ga een overtrek halen voor in de logeerkamer. Niet echt leuk als je het mij vraagt. Maar ik moet echt om de 2 uur plassen als het niet meer is. En ik begrijp nu waarom, want ik kreeg net een telefoontje van het ziekenhuis en het... al mijn bloed was goed en voor de rest geen gekke dingen. Dus daar was ik blij om. Want ze dachten eerst misschien nog aan diabetes, omdat ze te veel eiwitten in mijn urine hadden gevonden. Maar het is een blaasontsteking en dat heb ik al 5 keer, denk ik, tijdens mijn zwangerschap gehad. Dus dat is makkelijk te behandelen. Dus ik moet deze week wel even terug. Ja, dus ik ga nu even een overtrek kopen bij Lotte. En Lotte, dat is een warenhuis wie jullie al hebben gezien. Maar waar ze gewoon alles hebben. En waar ik ook gewoon mijn beddengoed vandaan heb, wat ik al eerder heb gehad. Ik merk zelfs dat praten gewoon me buiten adem maakt. Ja, dus langzaam begin ik een beetje de conditie van een oma te krijgen. En zo loop ik ook een beetje. Kijk, dit is super tof trouwens. Je kunt hier dus ook een soort van dolfijnentrip doen op een boot. Ik wil zelfs walvissen spotten. En er is echt genoeg te doen. Dus als het straks iets warmer op het water is, wil ik dat zeker gaan doen. Lijkt me echt wel leuk. Nou, beddengoed is binnen. Ik kon alleen maar sets kopen. Dus ik weet ook niet waar ik iets anders kan halen. Ik had eigenlijk alleen een matras overtrek nog nodig. Maar goed. Dus we nu even een ijskoffie aan het drinken. Dat is echt iets waar ik nu verslaafd aan ben. Ik probeer niet te veel koffie natuurlijk te drinken. Maar dit is heel weinig koffie met heel veel melk. Koud. En af en toe eentje is niet zo erg. Verder loop ik hier nog ergens in de ronde. En ga ik vanavond naar de wedstrijd. Anna die pikt mij weer op. Dus ik ga samen met Anna en de kids. Kan ik alvast even wennen aan het leven met de kids. Ik was me vandaag een beetje zorgen maken, want ik heb nog geen badje. Ik heb nog geen co-sleeper en ik heb nog geen luiertas. En het komt gewoon nu weer heel erg dichtbij. Ik wil gewoon die tas inpakken, dat al mijn kleertjes gewassen zijn. Alles erin doen, luiertjes erin. Ik moet ook nog een autostopje hebben, wat gewoon niet onbelangrijk is. Aangezien hij daar straks in moet als we uit het ziekenhuis komen. En je weet het nooit, bij mijn nichtje die... was tegelijkertijd zwanger als ik. En die liep wel 10 weken voor, maar die was 3,5 week eerder bevallen. Dus ja, ik wil gewoon niet dat als het straks komt dat ik niet ready ben of dat ik daar nog stress over moet hebben. En ik begin gewoon nu al echt te wachten. Dus ik word er niet fitter op. Verder, ja, zo'n co-sleeper vond ik wel belangrijk. Ik had al gevraagd aan Anna, maar die woont hier pas een jaartje. Dus ze zegt ja, ik heb geen idee. En ze zegt, ik weet dat Koreaanse mensen hun kind gewoon altijd tussenin laten slapen. Of hun babytje. Totdat ze een jaar of 6 zijn, dan krijgen ze pas een eigen kamer. Los van dat het niet echt leuk is voor je privacy. En ik vind het gewoon ook zelf een beetje gevaarlijk in het begin. Ik zou dan echt niet relaxed liggen, dus dat ga ik niet doen. Dus ik moet het desnoods dan maar even op internet bestellen. Dan moet ik me er dan maar even bij helpen. Want ik weet niet hoe lang het duurt als ik het uit Nederland bestel. Ja, dus daar maak ik een beetje zorgen om. Of ja, zorgen. Dat zijn gewoon dingen die nog in mijn hoofd zitten. En verder heb ik de afgelopen tijd gewoon in mijn idee weinig gedaan. Maar zit mijn hele hoofd vol. Maar ja, dat heb je allemaal wel eens, ook als je niet zwanger bent.
iedere keer als ik ben komen kijken en ze hebben een thuiswedstrijd, hebben ze gewonnen. Dus dat hoop ik nu gewoon weer. Ze moeten wel tegen de nummer 2 en zij staan op 3. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zet hem op, jongens. Ik ga nu naar Anna toe. Die wacht op mij op de eerste verdieping. En dan gaan we samen naar de wedstrijd. Ze neemt de kids denk ik ook mee. Super gezellig natuurlijk. En ik hoorde van Dave dat we weer een box hebben. Dus dat is wel heel chill. Zoals je vorige keer zag, het stelt niet heel veel voor. Maar je zit wel lekker warm. En de kids kunnen rondrennen. En ja, en je zit gewoon iets lekkerder. Champions League. En Dave zit ook nog eens in het beste team van de week. Dus nou, onze week kan niet meer stuk. Wat een held heb jij als vriend. Jezus, wat een held inderdaad. En nou, we gaan dus nu, Dave is ook nog eens vrij. En het is mooi weer, dus we gaan eventjes wat lunchen. We hebben hier dus geen terrasjes en niet echt lunchtentjes. Dus we gaan gewoon weer bulgogi eten. Hoop ik dat het open is. En dan wordt het McDonald's. En daar heb ik geen trek in. Het is dicht. Wij wilden bulgogi gaan eten bij ons favoriete restaurantje. 3 uur gaat hij open. Hoe laat is het nu? We kunnen toch bij het tentje proberen waar we net langs liepen. Nou, we hebben dus eigenlijk een super grappig lunchtentje, eetentje gevonden. Ramen. En alles is zonder suiker of zonder boter gemaakt. En het is best wel gezond, maar ze hebben wel pizza's, pasta's. Maar ook salades, verse sapjes, garnalen, rijst. Eigenlijk alles. Maar ze zeggen dus redelijk gezond, dus ik ben benieuwd. Het waait heel erg, maar het is wel lekker om te weten dat je niet meer ergens buiten kan lunchen. Niet heel spetterend, maar toch is het wel lekker om te weten dat er in ieder geval een plekje in de zon is. Dus ja, ik ben blij dat ik dit gevonden heb. En er zitten hier nog een paar tentjes. We zijn er met toeval langs gelopen, dus het is wel top eigenlijk. Toch wel oké, schat? Heerlijk. Zoals ik al eerder zei, ik had mijn bloedresultaten en urineresultaten gekregen van de dokter. En ik heb dus weer blaasontsteking. En ik begin me nu ook al niet echt heel lekker meer ervan te voelen. Dus ik ga nu even naar het ziekenhuis. Ik weet niet wat ik daar ga doen. Maar ze hebben een afspraak voor me gemaakt. En Dave gaat mee, maar die komt direct van de club daarheen. Dus dan zal ik wel iets van een antibiotica meekrijgen. En ja, dat is.
David is weer vertrokken. Zijn gisteren eventjes naar het ziekenhuis geweest. En ik had de uitslag namelijk van mijn bloed en urine gehad. En het bleek dat ik dus weer een blaasontsteking had. Ik denk al voor de vierde keer deze zwangerschap. Dus dat krijg je nou eenmaal sneller. Als je zwanger bent, heb ik vernomen. En ik ben er dus blijkbaar heel erg vatbaar voor. Dus ik moest gisteren weer naar het ziekenhuis. Ik heb wel eventjes mijn kamer mogen bekijken, wat heel fijn was. Mijn uitrustkamer. En ze zeiden dat je ongeveer 2 tot 3 dagen in die kamer blijft na je bevalling. En met een keizersnede dat het wel 5 tot 6 dagen kon duren. Maar het zag er wel prima en netjes uit. Dus daar ben ik heel blij om. Wat iets minder prettig was, ik kon dus weer niet plassen. Ik moet eigenlijk hier om het kwartier naar de wc. En ik was in het ziekenhuis en ik kon gewoon niet plassen. Ik had liter water gedronken. Ik zat op de wc al een half uur. En het lukte gewoon niet. Toen zat ik in de kamer en toen zei ze, we gaan je een katheter geven. Ik had nog nooit een katheter gehad. Ik had er natuurlijk wel van gehoord. En ik had meer zoiets van, dat is voor oude mannetjes die in het ziekenhuis liggen en die niet meer hun behoefte kunnen doen. Dus ik had geen idee. Dus ik moest mee naar een kamertje. Dave mocht niet mee. En het is toch wel rottig. Je vindt, tenminste, ik persoonlijk vind het altijd fijn als ik weet wat er gaat gebeuren. Dan kun je de pijn incasseren. En ik lag daar. Nou, dan zeggen ze, ga maar liggen. En ze prikt er zoiets in en ik dacht echt dat het door het plafond ging. Terwijl ik heb best wel een hoge pijngrens. Alleen het was zo onverwachts. En misschien een beetje persoonlijk dit, maar het was echt, ik vond het echt verschrikkelijk. Voor de mensen die het nog nooit hebben gehad, heel veel sterkte als je het ooit krijgt. Ik hoop het niet. En misschien de mensen die het wel eens eerder hebben gehad, die zeggen, wat ben jij een aansteller. Maar gewoon, inderdaad, ik kon niet goed incasseren. En ik kwam met een heel wit smoltje. Ik ben al blank. Maar een heel wit smoltje kwam ik die kamer uit. En Dave zei, hoorde ik jou nou gillen? Het was eventjes zeg maar een soort van auwkreet, heel even kort. En ik zeg, ja, dat was ik. En hij zei, gaat het wel? Maar ik voelde me heel duizelig en ik had me gewoon druk zitten maken, denk ik. En ik zat in de taxi, toen begon ik wel even te janken. Maar dat was ook zo weer weg. Maar een katheter is dus rottig. Niet leuk. Nou ja, ik weet dus nu niet wat de bedoeling is. Ik denk dat ik na de uitslag antibiotica krijg. Of ze zeggen het is misschien wel over. Nou, dat dus. We hebben nog eventjes een badje besteld. En een autostoeltje die worden bezorgd. Dus nu heb ik bijna alles. Alleen ik moet nog iets van een luiertas hebben. Ik ga van de week eventjes mijn vluchtkoffertje klaarzetten. Of mijn vluchttas. Er zijn nog best wel veel dingen die je nodig hebt. En wat moet je in hemelsnaam aan als het gaat om, als je naar het ziekenhuis gaat of kleed je je om, of ik neem aan van wel dat je gewoon iets aan moet doen wat comfortabel zit, een soort pyjama. Hebben ze hier überhaupt pyjama's in mijn maat? Daar ben ik benieuwd naar, dus daar ga ik even naar op zoek om een soort van nog ergens schattige comfortabele pyjama te scoren. Zwangerschapspyjama. Dus dat moet ik nog even hebben. Ik moet nog even luiertjes kopen. Een luiertas. Ja, dat was het eigenlijk wel. Voor de rest ben ik denk een soort van binnen. Het geeft wel een gerust gevoel. En even denken. Oh ja, nou. Dave die is dus weer weg. Die heeft weer een wedstrijd. Die arme jongen. Of arme jongen. Die heeft 2 wedstrijden in de week. Waardoor de trainingen wel iets lichter zijn. Maar ja, veel wedstrijd. Hij is nog nooit zo fit geweest. Dus die is vandaag vertrokken. En die komt morgen weer terug. Dus ik had vandaag even met Mia geluncht. En die heb ik morgen hier uitgenodigd voor de wedstrijd. Als ze zich een beetje oké voelt. En dan gaan we pizza's bestellen of iets. Dus dat zou wel gezellig zijn. Anders eet ik alleen pizza. En kijk de wedstrijd alleen. En dan komt hij als het goed is morgenavond weer thuis. Dus ik moet me hier alleen zien te vermaken. Ik heb vandaag even wat boodschapjes gedaan. En gaat tot nu toe voor de rest eigenlijk wel heel goed.
Vandaag is dus de dag van de wedstrijd. Dave speelt uit, dus ik ga het lekker op de bank kijken. Ik ben van plan om voor de rest helemaal niks te doen. Ik doe ook niet heel veel. Ik ben ook echt een beetje moe steeds. Maar ik heb echt trek in iets lekkers. Dus ik ga even kijken bij Starbucks of ze iets van een lekker taartje of koffietje of iets dergelijks hebben. En dan kan ik die mee naar boven nemen en hoop ik dat ik weer de wedstrijd op tv kan vinden. Ja, dus niet zo heel erg veel. Mia zou eigenlijk komen. Alleen Mia voelt zich niet helemaal lekker, dus die blijft lekker thuis. En ja, dan komt Dave vanavond, als het goed is met de winst, weer naar huisje. Dus dat is top. Verder, echt een mannenopmerking. Ik draag nu natuurlijk steeds een soort van bijenbroeken. Ik kan het zo even in de spiegel laten zien. Dus ik had ook lekker van Dave de opmerking. Schat, ik vind het eigenlijk niet zo leuk als je steeds die bijenbroeken aan doet. Echt een mannenopmerking. Denk je dat ik het leuk vind? Ik vind de spijkerbroek ook leuker met een wit t-shirtje. Maar goed, nog even uitzitten. Ik hoef niet heel lang meer, gelukkig. En ik draag ook wel gewoon veel zwarte leggingjes. Ik heb er 4. Maar ja, als die in de was zitten, dan doe ik af en toe gewoon een bijenbroek aan. En het zit gewoon het lekkerst. En ik probeer het vaak nog wel een beetje op te leuken. Vandaag is wel heel shabby. Maar dit is een soort van mijn jogging outfit. Maar goed, mannen die zitten te kijken en een vrouw die zwanger is. Een wijbroek zit gewoon het lekkerst. Het ondergoed wordt er niet charmanter op. Het figuur wordt er niet veel charmanter op. Hoor ik hem daar niet echt over klagen. Ik wou dat hij de moed had. Oh ja, ik merk gewoon als ik een dagje hakken aan heb gehad. Dat dat gewoon echt heel erg pijnlijk is in mijn rug. Dus ik probeer dat niet meer te doen. En gelukkig hoef ik toch nergens meer heen. Dus lekker gympjes. Slippertjes, want het wordt heel mooi weer. En wat duurt die lift verdorie lang. Dat heb je als je op de 46e verdieping woont. Kortom, ik ga dus nu even naar Starbucks. Iets lekkers halen. Dus, ik snap dat dit niet mijn leukste outfit is. Maar het zit wel top. Ik ben dus net even snel naar Starbucks geweest en toen kreeg ik een belletje van Mia dat ze toch wel heel graag hier voetbal wilde komen kijken. Dus ik heb net even snel wat boodschapjes gedaan en die komt hier dus zo heen. Gezellig! Ja? Ja. Yay! Mijn autostoeltje is er! Ik heb hem van Cybex en ik heb gehoord dat die heel goed zijn. Ik heb het gewoon hier in de Hyundai Department Store gekocht. Maar je kan het online bestellen en je hebt het ook in Nederland. En heel toevallig hadden ze het merk hier. En ik had al gehoord van mijn zus dat dit een supergoed merk was. Dat de auto's tot je ook plat kunnen. Want je hebt ze ook van Maxi Cosi en ik weet niet of er tegenwoordig alweer andere zijn. Maar die kunnen niet helemaal plat en deze kan dus helemaal plat. Ik ga hem even openmaken. Nou, dit is hem dan. En nou, er zit zo'n kapje op. Beetje lastig met één hand. Maar het is gelukt. En dan kan je hem gewoon zo meenemen. Nu moet de kleine beep nog komen natuurlijk. Maar ja, super handig. Je kan wel hierop zien dat je hem dus plat kan doen. Je kan er nog een karretje bij kopen. Zodat je hem erop kan klikken en dat je dus ook mobiel bent. Is handig voor als je op reis gaat. Ik heb natuurlijk straks de kinderwagen die nog binnenkomt. Dus ik weet niet of ik dat nodig ga hebben. Maar dit is dus de Cybex Platinum Cloud Q. En ik heb dan de grijze genomen. Je had hem dus ook in deze kleur rood en in donkerblauw. Maar ja, ik ben er erg blij mee tot nu. Nu moet ik hem nog gebruiken. Maar dat komt wel goed. En dan moet ik kleine en mooi in. Ik
Yes, but most don't act on those fantasies. But he does. Right? Well, maybe... You don't know. Maybe it's not that he's devoid of emotion at all. Maybe it's the reverse. Isn't it? Schat, wat gaan we doen? Shabu shabu. We gaan shabu shabu eten. En dan kan je hier je veggies, je groentes in gooien en alles wat je lekker vindt. En dan komen er rolletjes beef. Lekker veggies. Het is mijn favorietje, maar David Korean barbecue lekker. Dat vind ik ook lekker, maar dit is ook wel lekker voor de afwisseling. Ja, altijd lekker. Toch? Vlees, dus dan gaan we nu... Vlees en water. Het is gewoon vlees en bouillon met groentes. En als jij noedels wil, kan je er noedels in gooien. Het kan niet altijd feest zijn en wat jij wilt, Dave. Het is elke dag jouw feest. Vandaag mocht ik kiezen, zei je. Ik heb dus van het buffet wat groentetjes gepakt. Een soort kleine champignonnetjes. Wat is het allemaal? Een soort pak soy, tauke. Dit zijn de biefrolletjes en dit is het bouillon. En het is de bedoeling dat je eerst de groentetjes erin gooit. En daarna gooi je de bief erin, dat is maar heel kort nodig. Nou, toen was dus mijn... gaat het goed, schat? Mijn accu leeg van mijn camera. Lekker. Dus de groentjes zitten erin. Nou, dit was het buffet. Ze hebben van alles in de pot. En dan gaan zo de biefgroentjes erin. Even. En voor mij is het gewoon relaxed. Want dan weet ik dus zeker dat het doorgebakken is. En dat ik het mag eten. Dan hebben ze er allemaal sausjes bij. Hard bij het inlippen. Even nog wat knietje vallen. En klaar is Kees. Wat Koreanen eigenlijk doen is zeg maar van het laatste soep bouillon wat hier nog in het pannetje zit. Daar gooien ze dan een rijst bij. Alle smaken van de groenten en het vlees zitten nog in de pan. En dan maken ze het een soort van pan. En dat eten ze ook, dus we benutten eigenlijk alles. Wij zitten echt bomvol, dus wij gaan dat niet doen. Niks voor mij. Dave gaat het toetje pakken. Ik ook. Ik ben dus helemaal vergeten te vertellen dat Dave 2-1 weer heeft gewonnen. Het is echt een super saaie wedstrijd. Gelukkig was Mia hier. Maar het gaat erom, ze hebben gewonnen. Nou, we zijn dus nog steeds niet naar het Cherry Blossom Park geweest. Ook omdat ons werd geadviseerd om daar pas volgende week heen te gaan. Omdat het dan op zijn mooist is. Dus dat ga ik proberen te doen. En er was heel veel vraag naar een safari door de supermarkt heen. Dus dat ga ik proberen te laten zien volgende week. En... ja, verder hoop ik dat jullie het een beetje leuk vonden. Ik heb jullie ook gevraagd om tips te geven voor Netflix. Aangezien ik dat dus hier heel ver doe. Omdat ik gewoon niet meer zoveel kan met deze dikke buik. En ik natuurlijk gewoon veel thuis ben op het moment. Ik heb bijna alles al gezien met Dave eigenlijk samen. Maar ik heb wel een goede tip. Ik weet niet of jullie nog Dexter kennen, als je ervan houdt. Diezelfde hoofdrolspeler is terug met een nieuwe serie. Safe heet het. En ik vond het echt super goed. Dus mocht je niks te doen hebben. Voor de rest hebben we echt al heel veel gezien. Nou ja, dan zie ik jullie volgende week weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei!